Levi, je hebt van die wedstrijden die weer zo snel mogelijk vergeten. Is dit er één van? Ja, dit is er wel één van, ja. We kwamen totaal niet in de wedstrijd. Ja, dat is ook moeilijk, weet je, als je gelijk al na 10 seconden op 1-0 achterstand komt. Maar daarin zijn we niet als team begonnen, denk ik. Mag ik het je verwijten? Je bent een routinier. Je bent een man van 35 die zoveel gezien heeft in het voetbal. En ook jij kan het niet aan je hand zetten. Wat is er aan de hand allemaal dan? Ja, klopt. Weet je, soms heb je van de wedstrijden dat het veld te groot wordt, te breed wordt. Waarin de ruimtes zodanig weggeven, ja, dat het moeilijk is, weet je, om daar ook echt je stempel op te drukken, zeg maar. Normaal lukt dat wel. Vandaag lukte dat niet. Zeker weten niet, nee. Hoeveel van dit soort wedstrijden heb je ooit gespeeld? Weinig, hoor. Weinig. Maar dit is wel weer zo'n klote wedstrijd, inderdaad. Want je voelt je machteloos, neem ik aan. Ja, je voelt je machteloos en daarin kom je ook niet in je spel. Ik denk dat we allemaal niet in ons spel zijn gekomen. En het is misschien moeilijk, weet je, als je gelijk al naar een 1-0 achterstand zo vroeg komt. Maar ja, dit was niet des Scheveningen. Nee. Waartoe is Scheveningen dit seizoen in staat, denk je? Je traint elke week met ze? Ja, wij zijn tot hele mooie dingen in staat. Als we het met z'n allen doen, als we gewoon weten waar we goed in zijn. Maar dat hebben we vandaag niet laten zien. Ik denk dat we vandaag niet als team hebben gespeeld. En dan zie je gewoon dat het moeilijk wordt voor ons. En daar liggen we in ons valkuil natuurlijk. Dankjewel voor je eerlijkheid. Yes, top man, dankjewel.